President Chandrika Prasad Santokhi is in Beijing, China, aangekomen voor een staatsbezoek. Hij werd verwelkomd met militaire eerbetuigingen. Na aankomst voerde het staatshoofd direct gesprekken met de Surinaamse ambassadeur in China, de honorair consul van Suriname, en bezocht hij het museum van de Communistische Partij van China. Vervolgens had hij een ontmoeting met de CEO en voorzitter van Xi Jing om lopende zaken met betrekking tot het goudbedrijf te bespreken, inclusief recente zorgpunten. De CEO van Xi Jing is tevreden met de activiteiten en resultaten van Xi Jing Suriname en keek uit naar uitbreidingsmogelijkheden. Later op de dag ontmoette president Santokhi Surinaamse studenten die in China studeren en wisselde hij van gedachten met hen over hun ervaringen. Morgen staat een formeel programma gepland, waaronder formele gesprekken met het leiderschap van China, waaronder de premier, de president en de voorzitter van het politieke orgaan van de Communistische Partij van China.